ben gewoon thuis met de kinderen geweest. We hebben lekker iets gegeten. Ik heb gekookt nog. Dus, en voor de rest ja, het nieuws kijken en wat berichtjes beantwoorden, want die lopen wel massaal binnen. Het is koffiedik kijken, maar het is leuk, zeker nu dat we zien dat de peilingen voorbijgeschoten worden. Voor ons in West-Vlaanderen leek het eerst wat minder, maar het is toch heel anders aan het uitdraaien. Is het de mieke? Goedenavond. Maar dit is de overwinning. Ja, maar de deur gaat echt dicht gaan nu. We zullen straks wel. Ik probeer heel erg te zijn. Beste vrienden, Vigit Vim Virtus. Vigit Vim Virtus, de moed heeft het geweld overwonnen. Want nooit is er met meer macht geprobeerd om de Vlamingen van de wijs te brengen. Maar de Vlamingen hebben gekozen. En ze hebben gekozen voor verandering. Ze hebben gekozen voor verandering, ze hebben gekozen voor de N-VA. We hebben het vertrouwen van de Vlamingen gevraagd en 1 op 3 heeft het aan ons gegeven. Daarmee hebben wij een sterk democratisch mandaat in handen gekregen. En daarmee dragen wij vanaf nu een zware democratische verantwoordelijkheid. Wij moeten onze economie opnieuw aanzwengelen. We moeten voor meer jobs zorgen. We moeten de pensioenen garanderen. We moeten de gezondheidszorg en de sociale uitkeringen betaalbaar houden. Kortom, we moeten verandering voor vooruitgang brengen. Deze opdracht, onze opdracht, is niet eenvoudig. We moeten eerst en vooral in Vlaanderen op zoek gaan naar de nodige partners om een sterke Vlaamse regering te maken. En als grootste partij zullen wij zo snel mogelijk de nodige contacten leggen om deze partners te zoeken. Op basis van de uitslagen menen wij dat deze partners kunnen worden gevonden. En we willen dan ook zo snel mogelijk aan de tafel zitten om een sterke coalitie te smeden, een logische, sterke coalitie voor Vlaanderen. Wij moeten ook de belangen van Vlaanderen op het federale niveau veiligstellen. En laat ons eerlijk zijn, de situatie federaal is zo mogelijk nog moeilijker geworden. Het oordeel van de Vlaamse democratie en de Franstalige democratie was nog nooit zo uiteenlopend. Wij willen geen lange politieke crisis. En dus ook op het federaal niveau willen wij graag het initiatief nemen om te kijken wat er mogelijk is. Maar, beste vrienden, dat zijn letterlijk en figuurlijk zorgen voor morgen. We laten ons vanavond toch maar even stilstaan bij wat wij hebben gerealiseerd. Want we hebben dat niet bepaald cadeau gekregen, alles behalve. Ik weet
dat velen onder jullie de afgelopen twee weken hebben gebibberd. Maar we hebben het gedaan, vrienden. Wij hebben het gedaan. Wij zijn met vlag en wimpel de grootste partij van het land. En dus schrijven wij vanavond geschiedenis. De geschiedenis van een Vlaanderen dat rechtop loopt. Een Vlaanderen dat zelfbewust zijn eigen toekomst kiest. En beste vrienden, dat hebben we aan u allen te danken. Aan uw inzet, dag na dag. En daarom... wil ik eindigen met één simpel woord. Eén simpel woord aan u allemaal uit het diepste van mijn hart. Dank u wel. Dank u wel. Ja.